Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames, aflevering 125. Jullie zien het, ik heb weer mijn facecam aan van... Holy shit, daar sta ik gewoon, daar zit ik gewoon. Holy shit, met mijn koptelefoon op, met mijn shirt aan, want dat is wel belangrijk, want ja, maar het maakt me niet zo uit, maar de shirt zit gewoon lekker. Dat is best een drukste... Wat? Ja, in ieder geval drukste... Oh god... Drukstofje van Adidas. Hoppa, geen reclame, maakt niet uit. In ieder geval, we gaan lekker meteen beginnen. Ik heb gezien, zoals jullie hier kunnen zien. Ik heb trouwens mijn beeld wel hier wat groot zetten. Staat nu op auto groot. Ik zag dat Survival Games op Double Coins. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon lekker twee potjes spelen of zoiets, weet ik veel. Gaan we gewoon een top aflevering van maken. En dan komt het gewoon helemaal goed. En als jullie afvragen, maar waarom staat het dan zo groot? Nou, ik zal meteen even uitleggen, aangezien jullie de vorige keer al hebben uitgelegd, dus als het goed is. Als het goed is gisteren, want nu is school ook weer begonnen, maar ik heb deze video natuurlijk wat voor gemaakt, want niet de dag zelf, en dat is gewoon bullshit, want school is, komt niet altijd uit in mijn play. Simpel. Ik heb wat verder weg zitten, zodat ik gewoon wat verder weg kan zitten, dus ik kan, ja, ik kan niet hier gaan zitten, maar ik kan wel lekker hier gaan zitten als het goed is. Ik moet nog even kijken hoe ver weg kan zitten, dat ik alles nog goed kan zien, dat ik kan zien wat ik doe, dat is natuurlijk altijd wel handig. Dus ja, ik denk wel dat ik ongeveer zo moet gaan, dat ik zo moet gaan zitten voordat ik alles kan zien. Maar dan ben ik nog aardig in beeld, dat is op zich wel tof. Maar ik moet nog even een beetje aan wennen. Dat is natuurlijk ook best wel apart. Want ik weet niet of jullie zelf ook wel eens met facecam hebben gewerkt. Als jullie met video's maken aan de slag zijn. Maar als je al dat licht in je ogen. Ik heb van de kant van de camera licht en ik heb van die kant licht. Dus ik heb van twee kanten licht om mezelf een beetje ja, te belichten. Want anders krijg je niet schrikken, maar dan krijg je dit. Like holy shit. Jullie zien het verschil? Holy shit, maar dat is in ieder geval best wel een verschil waar ik niet zoveel in heb, want ik vind het gewoon niks. Het is gewoon niks voor mij. Oh, ik moet even opletten. Oh, het is gewoon zo donker anders. En het is best wel wennen dat je opeens zo'n dikke lichtflits in je ogen hebt. En moet ik even opletten. Oh, shit, heb ik nu alleen maar eten? Oh, ik heb een ex. Oké, nu moeten we gewoon rennen. Hoppa. Dit is wel apart, want ik speel namelijk nooit zo. Mijn chat is super groot. Echt raar. Echt niet aangenaam. Ik weet trouwens. Oh, ik ben de verkeerde kant op gerend. Ik wou zeggen. Ik weet dat er in de. Oh. Hey, ga weg jij! You dipshit! Holy shit! Bijna dood jongens. Hoppa, dat ging al zo snel. Hij volgt mij! Nee! Ga weg! Nee, nog meer mensen! Oh my god! Ga weg! Nee! Is die weg? Ik weet het niet. Hij is weg. Oh, lekker. Oké, top. Oh, ik kan best zeggen, ik ga die spullen organiseren, maar dat is misschien niet zo verstandig. Ik denk dat ik het maar gewoon zo laat. Als ik de deathmatch overleef, en oh, maar het alles kribbelt hier. Ik vraag me niet waarom en waarom ik dat zei. Maar, ik laat het zo. Ja. Oh, het zit hieronder dan. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik zie hier geen kist. Oh, kut. Nee, die zit ik vast. Go! Kist! Oh, ik heb heel veel pijlen. Ja. Chain. Dit is iron. Welkom. Hoppa. Zo. Ik gun niemand die bottles, want ik wil ze echt zelf gebruiken. En al killt iemand mij en heeft hij in ieder geval nu geen ene fuck meer aan. Oh, heb ik... Oh nee, ik heb lepers nodig. Shit. Anders kon ik gewoon al iets enchanten. Dat was echt super top geweest. Kan ik het er niet gewoon in doen? Nee, shit, ik heb echt lapis nodig. Dat is wel jammer, hoor. Oh, dit gaat nergens naartoe. Dit ook niet. Dit is dat een trap? Ben ik getrapt? Oh my god. Wacht. Nee, oh god, dit is echt... What the fuck? Oh, dit is moeilijk. Ik had helemaal niet opgelet dat dit misschien een trap zou zijn. Ik had gedacht, er is alweer een trappetje naar boven. Maar, niet dus. Oh, nee. Door die spiderweb ding is het echt moeilijk. Maar ik zie wel dat het mogelijk moet zijn om eruit te komen. Ja, ja, ho, ja! Oh, oké. Ja! Oh, ja! Hoppa! Oké, go. Oké, ik moet inhalen. Ik moet even wat spulletjes fixen. Waar kan ik meer spullen vinden nu? Hierachter misschien? Zijn hierachter nog spullen of iets? Wacht, volgens mij was ik hier net ook. Dat is niet goed, even kijken. Waar... Zit hier boven nog iets? Oh, nu is het ook boven het huisje. Dat is niet handig. Shit. We moeten ondertussen wat eten. Er zijn maar met vier man over.
Wanneer komt die deathmatch? Ik ga echt zwaar verliezen. Ik voel het gewoon. Ik heb ten eerste niet een supersterk wapen. Oké. Ik heb nogal een oké wapen, maar niet supersterk, zoals ik al zei. Oh, 6 minuten voor de deathmatch. Snap ik, als er nu één iemand doodgaat, dan ja, dan is de deathmatch al. Tenminste, dat verwacht ik. Shit. Waarom kan ik die kist niet openen? Hoi. Nee, ik lag hem, nee. Anders zie ik niet wat er gebeurt. Straks ga ik dan dood, dan ga ik straks dood. Ik voel het gewoon. Hallo? Nee! Gast! Are you serious? Oké, hier zitten meer mensen in, weet je. Ik join die wel. Oké. Waar Raven wat? Ik snap er geen ene fuck wel. Oh shit. Het staat buiten mijn scherm. Wat is dit voor bullshit? Bloedmagie. Cool. Empire Kit. Je krijgt 2 sterke sproken. Om de verdedigers mee te doden. Destroyer. Archer. Laat ik maar destroy doen. Dat lijkt mij op zich wel geinig. Ja. En moet je hier nog iets van een jump map afleggen of zoiets? Dat weet ik nog. Dit is een trucje. Wat? Aanvaller. Verdediger. Vernietig alle nexen. Hey, ik heb twee bogen. Ik weet niet wat hier van de grappling bow. Ik weet niet wat daarvan de toegevoegde waarde is. Maar ik heb hem in ieder geval. En alles is meegenomen. Kan ik hier nog dubbel springen? Nee, dat kan ook niet. Dan doen we gewoon dit en ik ga het gewoon proberen. Ik weet het, ik heb geen idee wat ik hier nu moet gaan doen. Ik heb het 1 keer eerder gespeeld. Alleen toen begreep ik het ook niet. Nee, ik heb het volgens mij een paar keer eerder gespeeld. Maar ik begreep er niet heel veel van. En alle Nexus, ik neem aan dat ik dan... daar staat Nexus 1, 2 en 3 rechts in mijn scherm. Oké, dat is duidelijk. Maar wat moet ik dan nog meer doen? Iedereen rent hier naartoe, dus ik volg hem wel gewoon. Iemand is aan het... ik zie het. Oké, dan killen we dat, gewoon. Ik denk dat dit ding doodgaat. Hij is al kapot. Heb ik nog... Ik heb niet eens... ik heb niks gedaan. Ik heb niet kunnen helpen. Huh? Holy shit, dat is tof. Dat is waarschijnlijk weer verbeeld edit. Anders kan het niet. Oké, ik volg die gast. Het lijkt op een soort van achteringang. Dat vind ik op zich wel tof. Mijn koptelefoon zit weer helemaal raar te doen. Oké. Eens even kijken. Dit kunnen wij. Dit is best wel leuk eigenlijk. Ik vind wel een beetje spannend dit. Goed gedaan, DDG. Waarom shift hij? Ik neem aan dat ik eerst even moet... Beter hebben ze me niet gezien. Waar moet ik naartoe dan? Ik denk dat ik hier naartoe moet. Je zou zeggen dat je zoiets zou beschermen. Is dat een kasteel? Dit is een kasteel dus. Als hier is, daar staan, zal daar wel een nexus zijn, denk ik dan maar. Zal ik er gewoon naartoe rennen? Fuck it. Aha! Hoppa, jongen! Hoppa, ik heb gewoon genexus skilled. Hoppa! Nu moet ik wachten. Oké. Nou, super geinig. We hebben dus nog 12 minuten. Maar, er wordt weer gedamped. Aanvaller! Vernietig alle nexus. Nexus 6. Oké. Ik weet niet waar die derde zit dan. Maar hij gaat er zo te zien wel aan. Oké, er is nu nog 1 Nexus. Volgens mij heb ik Nexus 3 gedamaged. Ja, dan moet ik dus weten waar ik naartoe moet. Dat is in ieder geval makkelijk. Maar ik weet niet waar die tweede Nexus dan zat. Maar volgens mij waren ze dan allebei makkelijk als dat zo kapot was. Want dan wordt het best wel moeilijk om dus die derde goed te verdedigen. Want er zitten al die defenders. Die gasten met die Empire Wands of zoiets. Ik weet niet veel wat ze hebben. Zitten gewoon allemaal te nexen op 1 ding. Godverdomme. Dat is moeilijk. Dat wordt moeilijk, man. Holy shit. Hoe moet ik dat doen? Want als ze allemaal daar zitten. Ik weet niet met hoeveel man wij zijn. En met hoeveel man hun zijn. Maar als wij met z'n allen op hun af moeten. Dan wordt het best een opgave. Oh shit. Iedereen gaat hier dood. Ik weet niet wat happening hier. Oh shit! Holy shit, hey! Ik wil eigenlijk gewoon iets eten, maar dit werkt dus ook. Leid ik ze nu af of zo? Wat is de bedoeling? Zien ze mij? Zien ze mij überhaupt? Ik weet het eigenlijk niet.
Oh, ik kan mezelf weer healen. Oké, dit is een soort van heal apple. Haha, ik loop gewoon een rondje. Hey. Hey. Dombo's. Dit is echt niet zo goed als je denkt hoor. Holy shit, dit is echt makkelijk. Als je kijkt hoe vaak we alweer kunnen damagen, dan is het echt niet zo moeilijk, denk ik. Oh, weer die Kevy boy. Volgens mij is het niet zo moeilijk als wij denken. Hey, ik span hier voor. Oké. Okay. Als ik het zo zie, dan denk ik dat dit best wel heel erg soepel kan gaan. Holy shit. Nou, oké. Okay. Dat is prima. Het is ook een best wel simpele game op deze manier, denk ik. Want als je ziet hoeveel wij al damagen. Als al die verdedigers, wij zijn dus aanvaller. Dus alle verdedigers, als ze kijken met hoe sterk hun zijn, staan allemaal daar, staan ze maar een beetje omheen. Ik kan gewoon, ondanks dat hij me zei, ik stond daarvoor en ze zagen mij. En toch deden ze geen ene fuck en ik kon gewoon om hun heen lopen en ze deden er helemaal niks aan. Dan zijn ze niet heel erg goed in verdedigen, vind ik. Maar ja, mijn mening. Hey! Weet niet wat jij wilt doen, jongen? Kom dan. Hey! Oh. Ze zijn dus wel sterk, dat zie je dus wel. Ik ga die andere route nemen, dat ik een beetje kan sneaken. Maar we hebben nog steeds 10 minuten of zoiets, holy shit. Voor 14 punten. Oké, okay. Oh, ik span steeds op een andere plek. Super tof. Oké. Ik ga dat zijweggetje gewoon nemen. Als je bedenkt dat we 10 minuten hebben om 14 punten te knallen. Eigenlijk, voordat wij, ik neem aan dat als de tijd om is dat wij dus verloren hebben, als we niet al die nexus kapot hebben. Maar oké. Okay. Oh, er wordt bloedmagie. Ja. Heb bloedmagie. Super tof, man. Want ik heb natuurlijk als mezelf, heb ik ook al gewoon de Kingdom gevolgd toen het echt nog in was. De Kingdom is nu in mijn ogen een beetje een doodproject, omdat het niet zoveel meer, dat er niet meer zoveel mee gedaan wordt. Tenminste, het einde van seizoen 2 is er al een tijdje, weet ik. Ik heb ook nog gewoon een leven, oké? Okay? Dus, ik weet dat dan. Dus, je zou zeggen dat kind hem een beetje uitgestorven is, maar ik heb het wel gewoon gevolgd. Hey! Kut. Fuck! Waarom zijn we zo sterk? Maar ze weten ook waar we staan. Dat is vervelend. We zijn ondertussen alweer een minuut verder. Ik heb nog niet echt zien damage. Misschien toch moeilijker dan ik dacht. Ik heb dat denk ik een beetje onderschat. Ik dacht echt wel van, weet je, doe je even. Is niet zo moeilijk. Maar misschien beginnen ze nu ze nog maar heel weinig punten hebben, door te hebben van, misschien moeten we iets wat dan gaan doen. Ik heb geen idee, misschien denken ze het wel. I don't know. Maar ja, dat kan gebeuren. Eens kijken. Wat kunnen we hier nog meer doen? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, eigenlijk alles wat je in deze game kan doen, is, oh, misschien is die tweede nexus. Laten we eens even kijken. Oh. Oh, ik zie dat Tommy en Anouk hebben gedamaged. 1 punt. Oh ja, kijk, hier stond dus dat ding. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik heb deze game echt niet zo heel vaak gedaan, dus ik heb geen idee. Oh. Dat is zo'n sterke gast, toch? Oh. Weet je dat hij mij niet mag? Weet het als ik zo doe. Het. Oh, ik was zo close. Hey! Oh shit, oh shit! Holy shit! Oh, kut. Haha, dat zag er wel heel leuk uit. Ik zag zo iedereen daar staan, ik denk, oh, ik ren wel even. Maar nee. Waarom zou je ook opeens kunnen rennen? Oh, ze hebben alweer minder punten. Het gaat goed. We hebben ondertussen in 3 minuten hebben we al 4 punten gedaan. Dan hebben we nu dus te weinig minuten. Dat is een probleem. Ik denk dat het eigenlijk veel slimmer is om apart allemaal nexus te vernietigen eigenlijk. Dus dat je bij elke nexus een beetje bij iets eraf snoept. Dus laat ik zeggen dat je een paar punten overhoudt. Oh, daar gaan weer lekker punten vanaf hoor. Oh, hij is dood. Steeds weer diezelfde Kevy boy, hè? Maar ik denk dat het eigenlijk best wel slim is om bij elke nexus gewoon wat eraf te snoepen. Dat ik zeg dat ze allemaal nog 10 punten over hebben. Want dan moet ze namelijk alles verdedigen. En dus, dan zijn ze dus, is dus alles verspreid.
En dat, lijkt me veel moeilijker. Als er nou iemand even gaat sneaken, dan ga ik ze gewoon afleiden hier. Kan ik iemand... Ik zie niemand staan. Het zal wel glitchend zijn. Hey. Shit. Kut. Ah! Waar zijn jullie? Ik zie helemaal niks meer met al dat gedoe. Godverdomme. Holy shit. Oh, ja, nu ben ik weer dood. Dit valt best wel tegen, holy shit. Dit valt echt tegen. Ik had echt verwacht dat dit veel makkelijker zou zijn. Generaal Koek... Ik ben gekild door generaal Koekje. Dat is best wel heel erg zielig van mij. Je bent respawned. Je bent een aanvaller. Het zou best wel raar zijn als ik opeens niet meer een aanvaller zou zijn, zeg maar. Dan heb ik zo mijn best gedaan van... Wow, ze hebben bijna gewonnen. En ze van... Oké, je bent nu verdediger. Ze van... Je hebt eigenlijk gewoon de hele tijd jezelf tegengewerkt. Dat zou best wel kut zijn, eigenlijk. Besef. Holy shit, dat zou echt best wel een nice streak zijn. Holy shit. Generaal Koekje is lekker bezig, hoor. Alleen, ik heb er niks aan. Dat is een beetje jammer. Oké. Ze staan ons al op te wachten, zeg maar. Oké, best. Als jij mij daar staat op te wachten, ga ik wel de andere kant op. Ze staan allemaal van die strategische punten. Zoals ze echt een fort aan het verdedigen zijn. Maar ze hebben nog maar 6 punten. Ik hoop echt dat we die even eraf kunnen snoepen. Dat zou ik wel waarderen, namelijk. En, kom op. Ja, god. Kom op. Oh, kom op. Dit duurt zo lang. Oh, ik heb hier totaal geen zin in. Kom op. Ik wil gewoon die ding kapot hebben. Het is alleen niet echt mogelijk als ze er zoveel staan. Dat ik dan echt 6 punten eraf kan halen. Maar, at least try. Kan dit? Die gast heeft me natuurlijk al lang gezien. Doei, hè? Oh shit, dat hebben ze gedaan. Zien ze hem hier? Oké, ik ben geheeld. Ik ben geheeld. Moet ik nu gewoon ervoor gaan? Oh! Kom op! Ja! Oh! Ja! Oh! Hoppa! Holy shit! Doet hij even die jongen, hoppa! En zo doe je dat! Ze stonden gewoon allemaal... hij stond zo hier... mooie dag vandaag! Rennen! Ik zie helemaal niemand staan, ik denk... Hoppa! We hebben gewoon gewonnen! We hebben gewonnen, jongens! Hoppa! En zo doe je dat! In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, te reageren. Nog heel veel meer! In ieder geval, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en gedag. Laters!